Deze week in alweer de 25e editie van de Aandeelhouder op zaterdag gaan we uitgebreid in op de zin en onzin van SPAX, een alternatieve belegging. We kijken naar de deal die EVBox heeft met TPGY, een van de SPAX uit Amerika. Staat deze deal op losse schroeven? Ja, dan wel nee. En we hebben een nieuwe portefeuille. Portefeuille op basis van de failliete boedel van hedgefund Archegos, die eind maart failliet ging. De aandelen die hierin zaten zijn door de banken overboord gegooid. Wij vissen deze op en kijken wat er van terechtkomt einde dit jaar. Verder kijken we naar Tesla natuurlijk. We kijken naar de aandelen die op de NPEC staan. Daar zit best wat leuke dividendpareltjes bij. De optietip is Bayer, Duitse Bayer. Is dat nog een hoofdpijndossier, ja of nee? En verder de gebruikelijke rubrieken. Short portfolio, What's Up on Wall Street. De beurspuzzel natuurlijk met bekende of minder bekende CEO's en opmerkelijk in de media. Voor 8,25 per maand doet u al mee. Het kost u 99 euro per jaar.